Dan moeten we het toch hebben over mooie Mario. Ja. Mario Cipollini. Cipollini. Wat had je daarmee? Wat was je band? Nou ja, dat was een beetje toen ik begon met fietsen. Toen was dat natuurlijk... Met dat petje en toen had je die slidingbroek. Een slidingbroek, ja. Toen had je nog geen fiets en toen keek je naar hem. Het keek naar hem, ja. Mooie Mario was toch een beetje de David Beckham uit het peloton. Ja, een man die opviel. Een grote bek. Hij won natuurlijk ook veel. Ook veel met zijn ellebogen. Maar ja, dit was volgens mij, ging die zo naar de perspresentatie van de Tour de France. Ja, ik hou daar wel van. Ja, zo ging die tekenen, hè? Zo tekende die op het, iedere dag op het podium, had hij een andere outfit aan. Ja, en dan ging hij als... 99. Dit. En dit was volgens mij omdat Julius Caesar verjaarde of zo. Dit was in 99, Tour 99. Dus er was iets met Caesar aan de hand toen en hij had een speciale fiets. En, ja. Hij heeft ook wel eens in zo'n vlees, zo'n vleespak gereden. Ja. Ja. Nou ja, dat wil je dan toch. Als kind wil je toch zo'n pak. Ja, dat is, heb jij, jij hebt natuurlijk met hem gekozen. Ja, heel lang, ja. Dat is toch een leuke vent. Nou moet je niet, de mythe om tape helpen. Nee. Nou, ja, ik kon wel met hem, ja. Ik vond hem wel... Ja, eigenlijk, soms vond ik hem ook wel een beetje... zielig is een groot woord, maar... Dat past niet echt bij het wielrennen, hè, wat hij deed. Zo in een mannetje. In zo'n pak. Ja, weet je, wielrennen is toch een beetje een sport van doe maar normaal, weet je. Het is een keiharde sport. Het is geen showsport. Nee. En hij gaf er wat dingen aan. En wij vonden hem vaak gewoon voor lul staan. Maar ja, in de koers was het wel... Ik heb één keer de Giro gereden en dan was hij echt de baas. En ik vond het wel mooi. Hij bepaalde gewoon wat er gebeurde. En als er dan te veel werd aangevallen naar zijn zin, dan kwam hij naast je rijden en... Dan zei hij van bijvoorbeeld, was er een renner van onze ploeg aan het demareren, Heyman. En dan kwam hij naast mij rijden en zei, hey, Belgrade, no attack, Heyman, no attack. Maar het mooiste verhaal wat ik heb van hem, dat vind ik echt schitterend, dat was met Steven de Jong in de Tirreno Adriatico. En hij, in Italië mocht je gewoon niet aan Cipo komen. Hè. Die ging dan, kwam zijn ploeg op kop en hij erachter. En ja, als je daarnaast kwam rijden met jouw sprinter, dan... Dan vermoorde die je zowat. En toen de jong die moest Frère, die reed bij ons, moest Frère een beetje piloteren in de sprint. Dus die zat daar bij Cipo de hele tijd zo'n beetje zo te duwen en te doen. En ik zat daar wel achter. Dus ik zag en hoorde precies wat er gebeurde. En Cipo die begon tegen de jong zo. De jonge, boom, een duw. De jonge, nog een duw. En op de derde keer, de jonge. Zo, en het bleef zo doorgaan. En Steven, dat is een brok. Ja. Bleef gewoon zo rijden. En het mooie was dat Frère die rit won. Dus dat was wel... En kan die dan daarna nog verhaal halen? Nee. Zo was hij ook niet, want er was zo een van de spurters die altijd rechtdoor spurte. Cipo die was geen vuile spurter, die was zo verschrikkelijk snel dat die won meestal wel op een vrij nette manier.